vanavond. And so I will give you the study, I will give them a higher level. En ik geef jullie wat ik normaal gesproken aan de kinderen geef. So my friends on the back row, dus de vrienden achterin op de achterste rij. Will you come sit in the front? Die worden uitgenodigd om helemaal vooraan te komen zitten. I want to see your beautiful faces. Want ik wil jullie mooie gezichten kunnen zien. You're prettier than the big people. Jullie zijn veel mooier dan de grote mensen. Now, I have something that's going to make you feel better about staying in here tonight. En nu heb ik iets wat voor de kinderen leuk is, wat ze hier gebleven zijn in de grote zaal. Next week is the pizza party. Volgende week is pizza party. And it's 7:30 when you come to church. En dat begint om 7:30, zodra dat je de bijbelstudie begint. Go right to the back. Je gaat direct naar achteren. And we are going to have a pizza party for the children. En daar is een pizza party voor de kinderen. We're going to play Bible games. En we gaan de bijbelspellen doen. We have a really good time. En we gaan plezier hebben met elkaar. But tonight, maar vanavond, I need you to listen to me very well. Moeten jullie heel goed naar mij luisteren. You do that for me? Doen jullie dat voor mij? Okay, Brandy, I need you to do something else for me. Randy moet nog iets anders gaan doen. You're very smart, I know this. Want je bent heel slim, dus je weet het wel. Will you come say the 10 commandments, starting from 1 and go to 10? Kun jij komen en de 10 geboden opzeggen en dan begin je bij het bovenste gebod. Nummer 1 is, je moet altijd God op nummer 1 zitten. 2 is, geen beelden aanbidden. 3 is, niet spotten met Gods naam. 4 is, zondag is een heilige dag. 5 is, respecteer je ouders. 6 is, niemand doden. 7 is, niet scheiden. En 8 is niet stelen. En 9 is niet liegen. En 10 is niet jaloezen. Goed gedaan, Lily. En laten we deze kids het doen. En vele van deze kinderen kunnen dat ook. Maar aan Duke Randy, ik wil hem wat doen voor mij. Maar ik wist dat Randy dat best graag voor mij zou willen doen. Tonight I would like to give you a study on worship, a Bible study on worship. Vanavond wil ik graag een Bijbelstudie geven over aanbidding. But I really need your prayers. Maar ik heb echt jullie gebed nodig. So first, would you reach your hands out towards me? Dus ten eerste vraag ik of je je hand wil uitstrekken naar mij. Jesus, I want you to pray God's anointing and want you to work. En laat me vragen of God zal over je zorgen. There is nowhere where you can go that God is not there. Er is geen plek waar je kunt gaan op deze aarde waar God niet is. And worship is the response to that realization. En aanbidding is de reactie die je geeft op dat besef. It's a reaching out of my emotions. Het is een uitstrekking van mijn emoties. To adore God. Om God te aanbidden. Reverence Him. Om Hem te eren. Exalt Him. Om Hem te verhogen. Praise Him. Om Hem te loven. Worship does not depend on my environment. Aanbidding heeft niets te maken met mijn omgeving, or of my circumstances. Of mijn omstandigheden. But since most people can be challenged by the environment, maar omdat zoveel mensen uitgedaagd of beïnvloed kunnen worden door hun omgeving, when you come into the church, we have worship leaders. Dan kom je naar de gemeente en dan hebben we aanbidding leiders. Because it's easy, I know when you're sitting there, and you're like, oh, shh, no, it's not right.
Ja, want het is zo makkelijk. Je zit hier, oh, stilzitten, Michaela, oh, niet doen, Savannah. Ja. But when there is someone directing my worship to God. Maar dan is er iemand en hij neemt de leiding in het aanbidden van God. That it's just a help to get my attention. Dat is zeg maar een ondersteuning, een hulp om mij te richten op waar ik moet zijn. Atmosphere is important. En de atmosfeer is daarin belangrijk. And I'm going to tell you the New Testament standard. The plan of God for worship. En ik ga het Nieuw Testamentische plan van aanbidding uitleggen voor jullie. As worshippers of Jesus Christ, als aanbidders van Jezus Christus, we have to guard our worship. Moeten we onze aanbidding bewaken, bewaren. To make sure it's true worship. Om echt ervoor op te passen, toe te zien dat het ware aanbidding is. Not just religious excitement. Dat het geen religieuze opwinding is. True worship, ware aanbidding, does not make my flesh happy. Maakt mijn vlees niet blij. Doesn't make me look pretty. Maakt mij niet mooi. It's a little bit difficult. Het is best moeilijk. Yeah. Because I'd rather just sit there. Want liever zit ik gewoon. That's more comfortable. Dat is veel gemakkelijker. Rather sit at home, that's even more comfortable. En lekker thuis blijven, nog makkelijker. The fact that you're here, that's worship. Het feit dat je bent gekomen is aanbidding. Hallelujah. So, Acts 4:24. Handelingen 4, vers 24. Sister Gail, read this. This is, she's going to read, this is why we pray together aloud. Dit is waarom we hardop bidden. En toen deze het hoorde, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden, Gij de Heere zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is. So, if somebody tells you, oh no, in the church or something. Dus als iemand je vertelt in de kerk, moet je stil. This is just one of the scriptures, why? We lift our voices up when we praise God. Dit is één van de versen waarom dat we juist onze stem verheffen om de Heer daarmee te prijzen. Psalms 134 and 2. Psalm 134 vers 2. We lift our hands because. Waarom heffen wij onze handen op naar het heiligdom en prijs de Heer? Hef uw handen op naar het heiligdom en prijs de Heer. Amen. Amen. It's the will of God that we raise our hands. Het is Gods wil dat we handen opheffen. You look at the trees that he created. Ja, kijk eens naar bomen. The grass that he created. Het gras wat hij maakt. The flowers that he created. Bloemen die hij maakt. He made none of it to bow down. Niets is buigen. To hang its head. Om het hoofd te hangen. Everything is lifting up. Maar alles ligt zich omhoog. When it hangs down, it's dead. Wanneer iets gaat hangen, dan is er risico dood. Psalms 98:4. Psalm 98 vers 4. We sing with all our hearts because in the Bible we read this. En we zingen met ons hele hart omdat we lezen in de Bijbel. Juich de Heer van ganse aarde. Breek uit in gejubel en psalm zingt. Amen. This church loves to sing. I love to sing. En deze gemeente houdt van te zingen. En ik hou ook van te zingen. And there are some beliefs that you should not play musical instruments in the house of the Lord. En er zijn wat religieuze stromingen die niet toestaan dat er instrumenten worden bespeeld in de kerk. There is no scripture that says not to use instruments. Je kan geen vers vinden in de Bijbel die dat onderbouwen kan. But we find lots of scripture where they did use instruments to worship the Lord. Maar juist heel veel versen die omschrijven dat instrumenten werden gebruikt in Gods huis om hem te aanbidden. 2 Samuel 6 and 5. 2 Samuel 6 vers 5. David en het gehele huis van Israël dansten voor het aangezicht des Heren onder begeleiding van allerlei instrumenten van cipressenhout, citrusharpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Amen. Amen. The next is Psalms 47 and 1. En het volgende vers is Psalm 47 vers 1. The reason that we clap and shout unto the Lord. Dit is een vers die onderbouwt waarom dat we klappen en juichen voor de Heer. Alle vijf volken klapt in de handen, juicht God hem toe met jubelgeroep. Amen. Amen. In the Bible, when there is victory, they shout unto the Lord. In de winning met juichten de mensen voor de Heer. Amen. Psalms 150 verse 4. Psalm 150 vers 4. Reason why we dance before the Lord. Dit is de reden waarom we dansen voor de Heer. Loof hem met tamboerijn en rijdans. Loof hem met snarenspel en fluit. Amen. It's okay to dance before the Lord. Het is prima om voor de Heer te dansen. Halleluja. It praises God when we dance before Him. Je prijst God wanneer je danst voor God. Psalms 22:22. Psalm 22, vers 22. This is the
reason why we testify. We say the things that God has done for us. Dit is de reden waarom dat we getuigenis geven. Vertellen wat God voor ons heeft gedaan. Verlos mij uit de maal van de leeuw en van de horens der woudossen. Gij hebt mij geantwoord. Amen. Amen. The purpose of our worship is to glorify. De bedoeling van onze aanbidding is om te verheerlijken. Honor, om te eren. Praise, om te loven. Exalt, te verhogen. To please God. Te behagen. God te behagen. Hallelujah. Amen. Amen. In John 4. En in Johannes hoofdstuk 4. We read about Jesus. Lezen we over Jezus. And he comes in contact with the Samaritan woman. En hij komt in contact met een Samaritaanse vrouw. Don't know the story, go home and read it. John 4. Als u het verhaal niet kent, moeten we thuis eens doorlezen. Johannes hoofdstuk 4. Because I'm not going to tell the whole story. Want ik ga het hele verhaal niet vertellen. But she was a sinner. Maar zij was een zondaar. She was not a Jewish culture. Zij was niet van de Joodse cultuur. And one of the questions that she asked Jesus. En een van de vragen die zij stelde aan Jezus. She said, "You Jews say that we have to go to Jerusalem and worship." En zij zei, jullie Joden zeggen dat jullie dat we naar Jeruzalem moeten gaan om te aanbidden. But my ancestors have always worshipped here. Maar mijn voorouders hebben altijd hier aanbidden. And this is where the scripture comes in, where Jesus says, "The hour is coming, and now is." John 4:23. En dan antwoordt Jezus en zegt het uur is nu. 23-24 is er. En is nu dat we de waarachtige aanbidders, de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wij, en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. What he was telling the woman is it's not about where you worship. Wat hij eigenlijk aan die vrouw vertelde, het is niet belangrijk waar u aanbidt. It's not about a tradition. Het gaat niet over een traditie. It's about worshiping God in spirit and in truth. Belangrijk is dat je de Heer aanbidt in geest en in waarheid. And we've already talked about God as a spirit, is everywhere present. En we hebben al gezegd, God is een geest en hij is alom vertegenwoordigd. So I must worship him in the church service. Dus ik moet hem wel aanbidden in de dienst. But not only in the church service. Maar niet alleen in de dienst. Worshiping God in spirit means that it must be done from your heart. Aanbidden van de Heer betekent dat je dat doet vanuit je hart. To worship God in truth. En om de Heer te aanbidden in waarheid. Means that I must examine the heart of God. Dat ik mijn hart moet onderzoeken, of God hart moet onderzoeken. Which is the word of God. Dat is Gods woord. To worship him in truth, I must see how does he want me to worship. Dus als ik hem wil aanbidden in waarheid, moet ik zien van hoe wil God dat ik hem aanbid. We are told in Colossians 3 and 2. In Colossenzen hoofdstuk 3 vers 2. To set our minds on things above. Wordt ons verteld dat we de dingen moeten van boven moeten bedenken. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Not on things of the earth. Niet die op de aarde zijn. Worship is a godly thing. Aanbidding is iets goddelijks. It's a holy thing. It is een heilig iets. It's reserved for God. Het is bewaard voor de Heer. And so I know. Dus weet ik. When we come into the church. Als we de kerk binnenkomen. Even when I'm on the platform leading in worship. Ook al sta ik op het podium en ik leid in aanbidding. Maybe it's a song I've sung 50 times. Misschien is het een lied wat ik voor de 50ste keer zing. And maybe you know I'm singing in Dutch. I'm not exactly sure what I'm saying. En dan ben ik bezig in het Nederlands en ik ben niet helemaal zeker van wat ik nou precies aan het zingen ben. But it makes you feel better. I do get the idea. Like I make sure I know. Ik wil jullie wel doorgeven dat ik altijd de rode draad, de algemene lijn wel weet. But it's easy if you sing it lots of times. Maar het is heel gemakkelijk wanneer je het lied al door hebt herhaald. Oh, he always says raise your hands for heaven. En we zeggen altijd, heb je handen op naar de hemel? And it's easy to do it mechanically. Dan ontstaat er een soort automatisme. Dat is organisch. Ja, je wordt een soort robot. You push the button. En dan je klikt op de knop, hupsakee. You know? Zo toch? But that is not worshiping God in spirit. Dat is niet God aanbidden in geest. It takes a conscious effort of your mind and of your heart. Je moet een bewuste poging en moeite doen met je geest en met je hart. When I'm singing, I can do all things through Christ to keep my mind focused on. Yes, I can do all things through Christ instead of thinking about. Dus als we aan het zingen zijn en ik vermag alle dingen, dan moet ik over dat zinnetje gaan nadenken. Oh ja. Amen. Amen. So you know what I'm talking about. I'm not the only one. Ja, jullie weten waarover ik het heb. Ik ben niet de. The Bible says 2 Corinthians 10 and 5. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 10 vers 5. It's talking about controlling our thoughts. Wat spreekt over het beheer nemen over onze gedachten. This is in worship and in every area of our life.
dat doe je tijdens de aanbidding, maar ook op de andere gebieden in je leven. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Man, let me tell you another time this comes in handy. En ik kan vertel je nog een situatie waarin het heel goed is om al je gedachten als gevangenen te nemen voor de Heer. The devil brings up things from your past. En dat is het moment waarop de duivel je gedachten geeft uit je verleden. Those things want to land on your mind. En dingen die gaan een beetje zinken of die proberen te zinken in je hoofd. You capture that thought. En je pakt die gedachten. No, you're under the obedience of Christ. En dan breng je dat onder de gehoorzaamheid van Christus. Amen. Just because it's in my past and it wants to come and remind me. En omdat het in mijn verleden ligt en het wil zich naar boven drukken en me herinneren. I cannot help the fact that I think, oh yeah, Michelle, remember that time you did this? Ja, ik kan niet tegenhouden dat een stemmetje zegt, ja, Michelle, weet je nog toen en toen? It's gonna happen, but you know what I'm gonna do when I think that thought? Dat gaat gebeuren, maar zodra dat die gedachte daar is, I'm gonna start singing songs about the blood of Jesus. Dan zing ik een lied over het bloed van Jezus. Want we nemen elke gedachte die niet van God is, we nemen hem in gevangenschap en we brengen hem in gehoorzaamheid aan de Heer. And we are victorious. Wij zijn overwinnaars. Amen. Wij zijn de Heer. Mark 7 en 6. Markus hoofdstuk 7 vers 6. Hier, the Bible is talking about worship that is not sincere. Hier spreekt de Bijbel over onoprechte aanbidding. It's not from my heart. Iets wat niet gedaan wordt vanuit het hart. Then it's useless. Dan is het nutteloos. God does not accept it. En God dan accepteert het ook niet. Maar hij zei tot hen terecht, heeft Jesaja van uw huichelaars geprofiteerd. Zoals er geschreven staat, het volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Wow. Wow. God takes it serious. God neemt het best serieus. When we come to worship him, he expects our worship. Als we komen om te aanbidden, dan verwacht hij ook aanbidding. Deserves our worship. En hij verdient onze aanbidding. He's a holy God. Hij is een heilig God. When I get to studying about the holiness of God, als ik begin te studeren over de heiligheid van God, I just think, how on earth could such a holy God care what I do? Ja, dan bedenk ik me, hoe bestaat er dat zo'n heilige God druk maakt over mij? How could he want anything to do with me? Hoe bestaat het dat hij iets met mij te maken zou willen hebben? Billions of people in the earth. Miljarden mensen hier op aarde. But he knows how many hairs are on my head. Maar hij weet hoeveel haren ik op mijn hoofd heb zitten. Wow. Such love. Zo'n grote liefde. Such a holy God. Zo'n heilige God. He is worthy of my worship. Oh, hij is waardig. Mijn God en mijn liefde. Als ik de dienst binnenkom, de kerk binnenkom met de bedoeling om God te gaan aanbidden. There's a false idea today that the main reason you come to church. En er is een valse gedachte die zegt dat de hoofdreden waarom dat je zou komen naar de kerk. I gotta get something out of it. Is van, ja, ik heb iets nodig. I've heard people say, oh, I didn't get anything out of church today. En je hoort zo vaak een reactie van, oh, ik heb er vandaag echt niks uitgehaald hoor, nee. But that's the wrong idea. Maar om met zo'n bedoeling te komen is verkeerd. The main reason we de hoofde reden waarom dat je komt naar de kerk is to put something in our worship. Is om iets te geven in our to join with our brothers and sisters om een mighty worship. Om je te verenigen samen met je broeders en zusters om een geweldige, krachtige aanbidding voor de Heer te maken. In this day, in deze dag, this time, deze tijd, everything is designed to appeal to emotions and to entertain. Is alles gericht om aan te trekken aan je emoties. Our society is all about pleasure. En de hele cultuur is een genotscultuur geworden. So in church services, it's becoming popular to entertain people, so they'll come back. En dan is ook die neiging in de kerk terug te vinden dat je dingen moet doen om mensen te vermaken, zodat ze vooral maar terug blijven komen. Instead of pleasing God in our worship. In plaats dat we gericht bezig zijn, we willen hier de Heer aanbidden. We gotta hurry to the next thing.
Oh, we moeten weer voortrollen naar het volgende onderwerp. Instead, sometimes we just need to stop and say, hey. Maar soms moet je ophouden, rusten en zeggen, hey. What did I just sing about? Wat heb ik zo net eigenlijk gezongen? Right now, we've got some worship that we need to let loose. En nu is er wat aanbidding die wat los moet komen. There's something God wants to do right here. Er is iets wat de Heer wil gaan doen hier. We have to be free to let God go and do what He wants to do. We moeten God de vrijheid geven dat Hij kan doen wat Hij graag wil doen. Not worrying so much about the wonderful soup we'll have after church. En niet dat we zo zeer gericht zijn, nou ja, maar we hebben toch ook nog lekkere soep na de dienst. God, what do you want to do right now? Maar dat we denken, God, wat wilt u op dit moment eigenlijk doen? You have all my time. U krijgt al mijn tijd. Do what you want to do. Doe maar wat u wil. We forgot sometimes. Soms vergeten we. The worship service is to bring honor to God. Is dat de aanbidding dienst draait om het eer geven aan de Heer. Not to entertain people. Niet om mensen te vermaken. We come and we watch. We komen en we kijken. The choir sings and we watch. Het koor zingt en we kijken. We listen. En dan luisteren we. Maybe they're good. Misschien klinkt het goed. Maybe they're not. Misschien ook niet. And we watch. En we kijken. We smile. En we glimlachen. And we're embarrassed for them. Of we schamen ons diep voor wat ze voortbrengen. But the worship service was not made for you to view. Maar de aanbiddingsdienst is niet gemaakt voor jou om toeschouwer te zijn. The choir, the praise team, the worship leader, they did not practice so that you could come and spectate. Het koor of het prijsteam of de aanbiddingsleider kwam niet zodat jij kon kijken en toeschouwen. God is the only spectator. Nee. Ik hoop dat jullie dat ook nog weten op zondag. Amen. Amen. God is the one we will entertain. God is degene die we willen vermaken. Now, this week I heard a song that really it checked my spirit. En deze week heb ik een lied gehoord wat werkelijk mijn hart heeft geraakt. And I haven't been able to get the words off of my heart. En het lukt maar niet om de woorden uit mijn hart te krijgen. It caused me to examine my worship. En het heeft veroorzaakt dat ik weer opnieuw onderzoek moet doen naar de manier waarop ik de Heer aanbid. I saw that you listened to it really hard. On Facebook. En ik zag op Facebook dat u ernaar had geluisterd. It says you can sing all you want to. En het lied zegt je kan zingen wat je wil. You can still get worship from. Maar dan nog steeds aanbidding niet begrijpen. Because it's more than just singing a song. Want het is meer dan alleen maar een lied zingen. Amen. Worship is more than just when I come to church. Aanbidding is meer dan alleen maar naar de kerk komen. It's God in the middle of my life. Het is dat je God in het centrum zet van je leven. Every choice that I make. Dat in elke keuze die ik maak. If it glorifies God, it's worship. Als het daarmee de Heer verheerlijkt, dan heb ik aanbeden. Tonight, some of you, maybe you took off work early. En vanavond hebben jullie misschien wat eerder je werk moeten afmaken. Or on Wednesdays you have to feed your children extra early. Of misschien moet je je kinderen wat extra vroeg eten geven. Because you know I'm going to church. Omdat je plannen maakt om naar de kerk te komen. As soon as you start making those changes in your day on Wednesday. Zodra je zo je patroon op woensdag aanpast. So that you can come to the house of God. Zodat je gericht bent, ja, we moeten vanavond toch naar de Bijbelstudie. That's when you're worshiping. Dan ben je de Heer aan het aanbidden. Ja. Yeah. Amen. Amen. If your children are a little bit tired on Thursday morning when they wake up for school. En op het moment dat je op donderdag opstaat en je ziet dat je kinderen een beetje moe zijn om naar school te gaan. Encourage yourself with this. Dan bemoedig je jezelf hiermee. This is still being worshiping. Dit is een onderdeel, een deeltje nog van. We went to church last night. And anytime. Iedere keer. In every area of your life. In elk gebied van je leven. When you are choosing God over other things. Zodra je God verkiest. Boven alle andere dingen. Over your culture. Boven je cultuur. Over your friends. Boven je vrienden. Then that's worship. Dan ben je de Heer aan het aanbidden. You are exalting God. Want je verhoogt daarmee. God, you are higher. Oh Heer, u bent belangrijk. You are above this. U bent boven deze dingen. Amen. I have nothing above you, Jesus. Er staat niks boven u. Er komt niets na u. Amen. Amen. As we worship God, we give him ourselves. Als wij de Heer aanbidden, dan geven we van onszelf. Romans 12 and 1. Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend heilig en gewoon een welgevallig offer. Het is uw redelijke eredienst. Under
the Old Testament, some of the Jews were not offering their best. En in het Oude Testament waren Joden die niet altijd het allerbeste van zichzelf gaven. You know, they had to bring a sacrifice. Die wel iets moesten offers geven. So sometimes they would bring, you know, the lamb that has the broken leg. Ja, ach ja, dat lammetje met die gebroken poot. We're gonna carry it there anyways. En we moeten toch dragen de tempel binnenbrengen. Nobody's gonna. Dus niemand weet dat toch. Let's sacrifice that. Ja, die geven we wel. Die offeren we wel. It was happening. Gebeurde zo. Hey, you know that one lamb is about to die. Of ja, dat lammetje gaat dood. It looks really good on the outside. Ja, hij ziet er nog wel goed aan de buitenkant uit. Sacrifice is a sacrifice. Ja, een offer is toch een offer. Laten we die maar pakken. Ja, yeah, yeah. Wash it up real good. Ja, maak hem maar helemaal mooi. Make it smell nice. Ja, dat het lekker ruikt. And this is what the Bible says about Malachi. En dit is wat de Bijbel zegt in Malachi 1 verse 8. 1 vers 8. Want wanneer gij een blind dier ten offer brengt, is dat niet erg? Wanneer gij een kreupel of ziek dier brengt, is dat niet erg? Biedt dat eens uw landvoogd aan? Zal hij welgevallen aan u hebben? Of u goedgunstig gezind zijn? Zegt de Heer der Heerscharen. So that's what God thinks, it's evil. Ja, de Heer denkt het is kwaad om dat te doen. When we withhold our best from him. Denk je dat dat niet erg is om het allerbeste voor jezelf te houden? Of I give all my energy to my job. Ik geef al mijn energie aan mijn baan. My husband. Aan mijn man. My children. Aan mijn kinderen. Those are all good things to give energy to. Maar allemaal beste dingen om je energie aan te geven. But my best. Maar mijn allerbeste. Is reserved for God. Moet zich bewaren voor de Heer. So we do not offer animal sacrifices. Dus wij offeren nu geen dieren. We offer ourselves. Maar wij offeren onszelf. Matthew 22:37. Matthäus 22, vers 37. Hij zei tot hen: Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Many times we've heard the pastor talk about that. It's the total that God's looking at. En vaak horen we de voorganger hier ook wel praten. Het is het totaal waar de Heer naar kijkt. It doesn't just say with your heart. Het zegt niet alleen maar met je hart. All. Maar met je hele hart. All. Your soul. Met je hele ziel. All. Your mind. Met je hele verstand. Matthew 4:10. Matthäus hoofdstuk 4 vers 10. Toen zei Jezus tot hen, ga weg, Satan. Er staat immers geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Him only, ja. Shall I serve. Hem alleen dienen. God forbids us to make it worship idols. En God verbiedt het dat we afgoden dienen. Like Randy said, second commandment. Zoals Randy heeft uitgesproken als het zijn tweede gebod. Don't make it worship any image. Je mag geen afgoden dienen. Say, oh, sister Tuttle. En dan zeg je, oh, zuster Tuttle. It's no problem. Geen probleem voor mij. I don't have any golden cows in my house. Er zijn geen gouden kalven in mijn huis. When I walk in, I don't do the sign of the cross to some monument. En als ik binnenkom, dan heb ik niet allemaal mijn gebaren die ik maak voor allerlei beelden die ik heb hangen in mijn huis. I don't bow down to the image. Ik buig voor niks en niemand. No, I have no problems with that. Nee, die hoef ik niet te doen. Got that one covered. Ja, die heb ik next. Ja, geef maar de volgende maan. But today there are music idols. Maar vandaag de dag heb je muziekidolen. Fashion idols. Je hebt mode-idolen. Sports idols. Je hebt sportidolen. You say, wait, that's just our culture. En je dacht, ja, maar dat telt niet, want dat is gewoon iets cultuurs. That's just modern life. Dat is gewoon het moderne leven. But let me tell you, the second commandment. Maar het tweede gebod is as relevant today as it ever was. Is nog net zo relevant vandaag de dag als dat het was vroeger. There are more and more things saying worship this, put this on your wall, put this on your body, put this on your t-shirts and wear it, put this in your ears, put this on your head. Wear this, worship this, it's everywhere. En er zijn zoveel uitroepen die zeggen van dit moet je dragen, dat moet om je nek hangen, en dit moet op je t-shirt staan, dat hoort aan je muur. En zoveel voorschriften die ons laten aanbidden van dingen die niet van God zijn. An idol is someone or something that occupies the place of God in your life. Een afgoderij, het is iets wat op de plek zit waar God hoort te zitten. Kan iets zijn of kan iemand zijn.
If there's anything besides God that gives you identity. Als er iets is naast God wat jou een identiteit geeft. Meaning. Een betekenis in het leven. Wat jouw waarde moet geven in het leven. Doel geeft. Love. Liefde. Significance. Onbescheiding. Security. Zekerheid. Anything besides God. Als er iets is in jouw leven behalve God. It can become an idol. Die of dat kan afgoderij worden. Now this is what really got me. En dit is wat me echt te pakken heeft gekregen. Matthäus 10 vers 37. He who loves father or mother. Wie vader of moeder lief heeft boven mij. Is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij is mij niet waardig. Now we know that God wants us to love our parents. En we weten dat God wil dat we van onze ouders houden. The Bible teaches that if you honor your parents, you will have a long life. De Bijbel zegt dat als je je ouders eert, dat je dan lang leeft. The Bible is against treating your children wrong. De Bijbel is tegen het fout behandelen van je kinderen. But those are the things for me. Maar dat zijn mijn dingen. That I find myself wrong that I put my children first. Waar ik soms van denk, oh, zet ik mijn kinderen niet op de eerste plaats. Gotta take care of my home first. Ik moet eerst even zorgen dat het thuis goed draait. Well, that's an honorable thing, sister. Well, good for you. Oh, maar dat is juist iets eerbaars, zuster Tuttle. Ik dacht dat is de prijzen. Oh, Michaela has a birthday and it's on Sunday, so you won't be coming to church. Okay, then your excuse. Oh ja, Michaela is op zondag jarig, dus nee, dan kom je niet naar de kerk. Because that's family. Want ja, nu is het familie. Sure, I'll excuse you. Natuurlijk, ik zal zeker zeggen, doe het maar. Ja, who am I? Ja, wie ben ik om daarover te oordelen? I'm nobody. Ik ben niemand. It doesn't matter what I say. Maakt eigenlijk ook niet uit wat ik erover zeg. But God says. Maar God zegt. That even my mom or my dad. Dat zelfs mijn vader of mijn moeder. My son or my daughter. Of mijn zoon of dochter. Cannot be loved more than I love my God. Niet meer liefde mogen ontvangen dan mijn God. That's what I thought, oh God. Dus dan denk ik, oh God. Sometimes I excuse myself for things because I think, oh, I've got to do this or I've got to do this for my kids. Ja, soms excuseer ik mezelf voor de dingen van de Heer omdat ik eerst iets voor mijn kinderen moet doen. Those are the times when my children are looking at me. En dan, I'm sorry. That's the times when my children are looking at me. En dat zijn de tijden waarop mijn kinderen me aankijken. So let's see what my mom will do. En dan kijken van, hey, wat zal mama nu gaan doen? It's my birthday. Het is mijn verjaardag. Will we go to church? Zullen we naar de kerk gaan? Or will today be about me? Oh, zal vandaag alles om mij draaien? But Michaela knows if it's Sunday, we're going to church. Maar Michaela weet het heel goed, zondag ook. Weet het, if it's your birthday. Of het nou je verjaardag is. If it's Christmas. Of het is de kerst. We're going to church. Wij gaan naar de kerk. Because God is first in our lives. God is here. And I am teaching her. When I make those hard decisions. En dan leer ik ze op het moment dat je een moeilijk besluit moet nemen. Not that's popular. En dan doen we niet de dingen die populair zijn. Then I am showing my children God is first. Maar ik laat mijn kinderen heel duidelijk zien. God is één. God is de eerste plaats. Get rid of anything in your life that causes a distraction. Ja, breek met alles in je leven wat voor afleiding zorgt. If there is anything in your life that you have a hard time to worship it over God. En als er iets in je leven is wat je moeilijk vindt om dat onder de aanbidding van God te brengen. It's better to just destroy it. Dan is het veel beter om het te vernietigen. If your dreams and your plans. Als jouw dromen en je plannen. Are keeping you from giving everything to God. Jou inhouden om alles te geven aan de Heer. It's better than to stop dreaming them. Dan kan je beter ophouden met deze dromen te dromen. God has got to be first. God moet één zijn. Op de eerste plaats. The Bible says that idol worshippers, want afgodendienaars, will go to the same place where liars go. Gaan naar dezelfde plek als waar leugenaars naartoe gaan. It's so important to God that we worship Him. Dus het is zo belangrijk dat we God aanbidden. And the song says this, it says, anything I put before my God. En het lied zegt, alles wat ik zet voor mijn Heer, dat is een afgod. Anything I want with all my heart. Alles wat ik begeer met mijn hele hart, is an idol. Is een afgod. Anything I can't stop thinking of. Alles waar ik maar niet over ophou kan te denken, is an idol. Is een afgod. Anything that I give all of my love. Alles wat ik al mijn liefde geef. Is een afgod. Because we can't worship some things that are not even worth it. Want we kunnen geen dingen gaan aanbidden die niet eens waard zijn. Clear the stage. Je moet even een toneel vrijmaken. And make space for the one who deserves it. En alle ruimte maken voor degene die de aanbidding toekomt. Because you can see.
but worship is more than a song. Maar aanbidding is meer dan een lied. When I pray without my heart in it, als ik bid met mijn hart, it's vain. Als ik bid zonder mijn hart, dan is het nutteloos. When I sing without my heart in it, als ik zing zonder mijn hart daarbij te betrekken, it's useless. Is het nutteloos. Would you stand with me? I'm finished. Kunnen we gaan staan, want ik ben klaar. But I think we should all come together. En wij zullen moeten vergaren. And let's worship God. Samen komen om de Heer te aanbidden. The things that are in our lives, dingen die in ons leven zitten, as we search our hearts, als wij ons hart doorzoeken, the